En ook P. en Rinus, dat zijn echte FC Groningen-fans. En dus zijn ze geliek, joh, dan wie ze vragen of ze een FC Beker Light won schrijven. Vanmiddag was het op Radio Noord voor het eerst te horen. En daarmee hier bij ons op tv voor het eerst te zijn. Peter en Frank, welkom jongens. Mooi. Mooi. Een luid schreden op carnaval in het noorden. Ja, eigenlijk ja. Logisch dat zoveel kast. Nee. Dat moet wel, hè? Ja, we hebben ook nog niet al te veel tijd natuurlijk, maar... Dit is een melodie die kennen de meesten. Ja. En hij wordt natuurlijk heel veel gedraaid in de Euroborg. Ja, als ze gewonnen wordt, hè, als ze gewonnen is, dan zetten ze meteen daarna zetten ze hem aan. Ja. Dus dan staat iedereen mee te dansen. Dus ja, het is toch een beetje het lijflied dan bij overwinningen, zou ik maar zeggen. En jullie zijn allebei de FC Groningen fans. Ja. Doe stijst altijd bij de Z-side. Doe eens een beetje meer het mietje van je boyen. Zeg maar. Ik zit daar recht tegenover. Ik kijk erop, zou ik maar zeggen. Ik probeer hem al jongen mee te kringen, maar het lukt me nooit. Nee, maar wel bij het vonkje hoor. Ik ga volgend jaar een keer mee hoor. Wat wel eens gebeurt is volgens mij dat ze zo'n instrument metnemen. Dat biedt begin van Carnaval. Een gazoo. Ja, en die wordt in de supporters zelf dat speelt, hè? Ja, dan denk ik, hé, verrek, Rinus is er wel. Maar is weer tof in naam. Aan de week gooi je ook naar de finale touw. Ja. Je gooit met de bus, leuf ik, hè? Ja, we stappen op in Hoogkerk. En dan gaan we in de bus. Ik weet niet, neem je gitaar ook mee in de bus? Ja, hè? Toch? Denk wel. Ja, leuk. Wat feestje. Hij moet toch mee. Ja, daarom. Ja. Want je moet ook nog optreden op de fanzone. Dat is een groot gebied wat net boven de Kuip. Ja. En er is speciaal voor FC Groningen fans. Ja, en ik denk dat er ook een plein voor Zwolle fans is en een plein voor die zo kleine, zeg maar. Ja. Vast. En dan is er entertainment en van 4 tot 4:30 dan spelen wij daar live een half uurtje voor de supporters. En dan met de hele stoet met de Kuip. En dan met z'n allen binnen. Leuk hoor. En dan kan tenzij Zwolle ons ook nog veel geld gaat inkopen natuurlijk. Dan is een half 4 en 5 nog. Ja, dus dan gooi je die gewoon met blauw-wit shout zitten. Dus niet zo moeilijk. Nee, er hebben andere leiden. Oh. Ja. Die lijken er ook wel. En dan is het mooiste natuurlijk dat dat elke een dat nummer meer kan zingen. Ja. Ja. En dat ze door al flink mee bezig ben, dat bleek wel uit het aantal keren dat het filmpje bekeken is. Want hij is vandaag is online komen en hij is al over de 30.000 keer is bekeken. Niet te geloven, zeg. Kist dat verkloren? Ja, geweldig. Ja, Facebook, iedereen deelt het. En het leeft toch wel heel erg. Hè? Niet zozeer wij met een lied, maar de Cupfighter FC Groningen, dat leeft wel zo enorm. Ja, 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 ja. Ja, ja. Afgelopen zondag ook tegen Feyenoord. Dan staat er zo'n grote truck met merchandise in, waar ze die sjaaltjes verkopen. Nou, er staan honderden mensen te dringen, jongen. Iedereen in die shop ook. Het is echt geweldig. Is dit ook de outfit van jullie? Of allebei het voetbalshirt aan? Doe eens zo'n Farmers shirt. Farmers on Tour, leuf ik. Farmers on Tour, ja. En ik heb altijd een petje op. Ja. Ik vind het ook wel mooi. Wel schier tegen de zon. Ik weet niet hoe het in de Kuip is, maar... ja, weet niet waar we staan. Staan in, op de Z-side kijk je altijd een beetje tegen de zon in. En dan is zo'n petje altijd wel handig. Oude is dat petje? Oosterpaaktijd. Ja? Ja. Oude volk is een bos. Oh. Noord. Nee, dat denk ik niet. Nee. Dus die gaat sowieso met Noord en Kuip, zowel op podium als in het stadion. Ja. En doe, Frank? Ja, ik heb zo'n Anos shirt, hè. Dat is ook een beetje Oosterparktijd. Ja. En dat is zo'n heerlijk shirt om in op te treden. Dat ademt goed en zo. Dat is een lekker sportshirt. Die is wel een keer dus bos, die was ik elke keer, maar die blijft goed, gelukkig. Fantastisch. Die doe ik aan. De clip. Ja. We begonnen ook kijken met een kander. Carnaval in het Noord, modern, de bekerversie. Hartstikke leuk. Hier is natuurlijk is Ronnie Jans, wat je een sympathieke vent. Maar dat is in de Kuip nou een net geen argument. Want Erwin van der Looy is ook lang geen gekke gast. Hij regelt even dat FC Groningen Pek Zwolle overklast. De beker gooit nog ren, Hans Nijland en wel plek. Is Steffen ook eens bekeken, al speelde Demi Pek. Onze green white army, die mag Pek Zwolle in. Met het netnummer van Reddenaal. 0-10! Een carnaval in Noord, dat is een feest met pit. Wie pakt ons even de beker en elke in de mit? De 12e man weer wie, hoe dan maar aan de stad. Elke nooit, elke nooit gaat landen. Het carnaval in Noord, dat is een feest met pit. Wie pakt ons even de beker en elke nooit in de mit? De 12e man weer wie, hoe dan maar aan de stad. Elke nooit. Elke nacht uit plaat. Bodendrecht. Ein Feuer. Flevo Boys. Ein 8. Volendam. 3-0. Vitesse. Feuer 0. Excelsior. 3-0. En dan de Kuip in de bekerfinale. Mag wie gehakt van een kerel zo zwollen. En de Cup gaat met naar stad. Hartstikke.
Ja, mooi. Jan, die zijn dit ook voor het eerst. Maar, Geweldig, je zit niet op te genieten. En wie maakt het ook alle drieën? De sfeer zit er inderdaad al, al volledig in. Tot slot. Ja. Ja. Aankomende zondag. FC Grun, PEC Zwolle, Frank Bediebegun. Eindslag. Man, nou, laat maar 2-0 zeggen. 2-0? Ik hoop het. Nou, wacht even hoor. 0-2 dus, hè? Ja, oké. Okay. We spelen officieel uit. Ja, PEC Zwolle, FC Grun, 0-2. Ja, we zijn wel 0-10, maar ik denk nooit dat het gaat worden. Nee. Maar ik denk 3-1. Ik denk dat Jans, die is wel, schat ik hoog in als trainer, maar Grun, meer kwaliteit. Geweldig. En door hem winnen met 3-1. Peter en Frank, dankjewel jongens. En heel veel verzorging aankomt zondag. Oké. Nog vijf nachtjes slopen dus. De hele clip trouwens, die is te zien bij ons op de website rtvnoord.nl. Nog vijf nachtjes slopen, ik zei het al, en dan wijten we het. Of 2-0 of 3-1. Hou dan ook. Het weer krijg je straks van Hartma Boer en natuurlijk nog Klauk. Ik wens je een heel schier rond.